Voor vaste klanten van de voedselbank in Nijmegen is een gratis supermarkt geopend. Hier kunnen mensen gratis hun boodschappen doen in plaats van een pakket ophalen bij de voedselbank. Dit concept is nieuw, maar veelbelovend volgens de voedselbank. Gewoon een rondje lopen in de supermarkt, waar je zelf kan kiezen wat je mee naar huis neemt. Voor de meeste mensen is dit heel normaal, maar klanten van de voedselbank hebben deze keuze vaak niet. In Dukenburg kunnen klanten van de voedselbank nu naar een gratis supermarkt. Zodat ze kunnen winkelen, net zoals ze in een supermarkt doen. Dus ze kiezen alleen de dingen die ze zelf willen. Wordt minder verspild op die manier. En het is ook goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Op basis van het aantal mensen in het huishouden kunnen de klanten nu een bepaald aantal producten meenemen uit de nieuwe winkel. En dan krijgen ze van ons een boodschappenkaart aangeboden met het huishouden waar het ze hebben. In de supermarkt zie je alle vakken zijn gekleurd. Dus de groente, dat is groente en fruit is groen. De kruidenierswaren zijn de blauwe vakken. En dan staat er aangegeven per huishouden hoeveel ze per vak mogen meenemen. Winkelen in een supermarkt geeft de klanten weer de keuze wat er thuis op tafel komt te staan. Mensen komen al vanuit een moeilijke situatie bij ons. Voordat je in aanmerking komt voor een pakket van de voedselbank, dan moet het echt iets goed fout zijn in je leven. En dan moet je die drempel over en dan kom je ergens en dan krijg je iets aangereikt. En dat voelt niet altijd even lekker. We hebben gemerkt, en dat is ook een ervaring in de landen, dat mensen het heel op prijs stellen als ze dan toch weer zelf keuzes mogen maken en niet moeten nemen wat ze krijgen aangeboden. De gratis supermarkt moet de drempel verlagen voor mensen om gebruik te maken van de voedselbank. Om allerlei redenen. Dat kan te maken hebben met schaamte, dat kan te maken hebben met onbekendheid en allerlei redenen waarom mensen niet komen. En waarvan wij denken, we moeten ze in elk geval zover krijgen dat ze de afweging kunnen maken. Zodat ze de weg weten en dat ze weten dat ze, als ze dat willen, welkom zijn. Dat proberen we ook met deze winkel te bereiken. De toegang is in zo'n winkelcentrum als dit wat makkelijker, wat anoniemer. Waardoor die drempel niet zo hoog is. Mensen kunnen ook naar binnen zonder dat ze door het winkelcentrum zelf moeten. Ze kunnen van buiten rechtstreeks hier komen. Dus hopelijk komen dan ook die mensen die dat als ze maar niet willen of durven alsnog binnen.